De 75-jarige pastor Eef van Vilseren van de Elisakerk gaat op 20 mei met emeritaat. En tot verdriet van zijn parochianen komt het niet tot de geplande afscheidsdienst op 17 mei. Het belangrijke is natuurlijk eigenlijk om alle mensen bij elkaar te hebben. Hè, zodat iedereen ook persoonlijk afscheid kan nemen van Eef als pastoor. En dat mensen ook onderling elkaar wil ontmoeten. Maar dat gaat dus helaas niet. Wat zult u het ergste missen? Ik zal vooral de onderlinge contacten missen. Ja. En ook het gejengel af en toe aan de koffietafel. Is er nog iets wat u uw parochianen wilt zeggen? Nou, ik wil ze heel hartelijk danken. Want ze hebben mij geïnspireerd om verder te gaan. Het is jammer dat we elkaar niet kunnen zien met afscheid. Maar als ik gewoon kijk wat anderen meemaken op dit ogenblik. In onze orde hebben we 3 mensen verloren. En sommigen hebben ook in het ziekenhuis gelegen. Nou, die zijn voor jaren getekend. Dus laten we in godsnaam voorzichtig zijn met elkaar. Want ja, als ik zie hoeveel doden er al gevallen zijn. En ook van de mensen die overlijden. Omdat ze geen zorg kunnen krijgen in de ziekenhuizen en zo. Laten we in godsnaam voorzichtig zijn. En af en toe mensen gewoon bellen. Want de eenzaamheid is ook groot. En wat gaat u nu doen? Eerst niks. Het huis opruimen. Want ik heb alles in kratten hier weggehaald en staat thuis. En dan? Dat weet ik nog niet. Ik kijk wat er op me afkomt. Maar ik wil geen leidinggevende functies meer, want daar heb ik heel mijn leven gehad. Misschien ga ik gewoon meedoen in een armoedeproject of zo. Dat weet ik al niet. U blijft hier in Almelo wonen? Ja, zover als ik kan. Ja, dat doe ik. Maar ja, ik ben 75, dus je weet nooit wat er allemaal gebeurt. Dankjewel, Eef, voor al je goede zorgen. En ik hoop dat het je goed mag gaan. En dat je gezond blijft en dat je goed mag gaan. En dat wij binnenkort, op de manier zoals we dat eerder ons voorstelden, toch nog jouw afscheid kunnen vieren. Ik ben benieuwd.